Simon Bervoets, ik ben 23 jaar, ik woon hier in Oud-Haske. Wat er in de laatste paar jaar vooral veranderd is, is eigenlijk de komst van het mooie cultuurhuis. Een hele mooie plek voor eigenlijk alle generaties om hier samen te komen, om elkaar te ontmoeten. Dus voor een dorp is dat natuurlijk een enorm mooie toevoeging. Wat Oud-Haske zo mooi maakt is niet alleen de saamhorigheid, maar ook eigenlijk alle activiteiten die we hier voor de jeugd, maar ook voor de senioren allemaal kunnen doen. Er wordt veel gedaan om de levendigheid van Oud-Haske te behouden. We hebben veel activiteiten qua sport, maar ook samen lunchen, spelletjes doen. Dat vind ik wel een hele mooie toevoeging van Oud-Haske. De kinderen gaan naar school hier in het dorp. We hebben twee basisscholen, een christelijke en een openbare. Ze sporten vooral nu op de sportvelden van Oud-Haske, de voetbalvelden. Maar normaal dan wordt er ook veel gesport in het cultuurhuis zelf. Dat is een hele grote binnensporthal. Wat Oud-Haske maakt, is mede het mooie natuurpark eigenlijk dat we hier hebben. We hebben het Nannewiet, daar werd in de winter veel geschaatst. Maar ook straks als het weer mooi weer is, dan wordt er veel gezwommen. Verderop hebben we ook een mooi bos, hè, waar veel gewandeld wordt. Ja, ik denk dat dat toch wel echt een mooi punt is van Oud-Haske, ja.